Minister Henry Ory van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ging in op enkele vragen betreffende het onderwijs. De afgelopen dagen is er heel veel geklaagd vanuit de samenleving met betrekking tot het tekort aan leerkrachten, maar zo ook met betrekking tot het meubilair dat ontbreekt. Volgens de bewindsman kan er geen sprake zijn van een tekort aan meubilair, omdat het ministerie ervoor gezorgd heeft om op tijd een meubilair aan te schaffen. Wij voeren u terug naar dit moment. Nou, we zijn de dag begonnen toch op Facebook onze leerkrachten in dit land en schoolleiders te bedanken en te feliciteren. Het is altijd een bijzondere dag voor in de wereld waarbij het beroep van leerkracht serieus wordt bekeken op een stukje reflectie en we weten dat het een bijzonder beroep is. Je moet echt bijzonder sterk in je schoenen staan, is een roeping. En velen van ons in Suriname doen dat. Vandaag was ik getuige hier bij KOB, bij een aantal jubilarissen. Ik heb gezegd tegen mijn team, ik ga zeker komen op deze dag. Goed uitgekozen. En ik wil hier namens ook de regering en het ministerie alle leerkrachten in ons land ook van harte feliciteren met deze dag. En hun vragen gewoon door te gaan met hun missie. En we hebben inderdaad wat issues wat we moeten oplossen. Die komen ook op tijd. Komt er een oplossing voor een aantal zaken. Maar alvast hartelijk gefeliciteerd met deze dag. Minister, de enkele leerkrachten hebben aangegeven, ze hebben eigenlijk de gepensioneerde leeftijd al bereikt. Maar ze zouden graag nog hun krachten willen geven in het onderwijs. Hoe denkt u daarover? Kijk, de regel is 60 jaar moet je gewoon pensioneren. Maar we hebben dus ook flinke leerkrachten altijd nodig. Zeker in het systeem die we nu hebben, betekent dat we voor de remedial teaching, vooral voor het helpen van de zwakkere leerlingen of de leerlingen die hulp nodig hebben, zullen wij een mogelijkheid moeten creëren om gepensioneerden in te zetten. En je ziet, het zijn nog vitale mensen. Er is een hele discussie in ons land wanneer je de gepensioneerde leeftijd niet naar 75 moet brengen. Dat geldt niet alleen voor het beroep van leerkracht. Ik denk dat wij als kabinet beter moeten kijken. Maar ik kan in elk geval vitale leerkrachten na 60 toch een beetje nog gebruiken, hoor. U praat over die vitale leerkrachten die nog gebruikt zouden kunnen worden. Als we het hebben over, naast dus het stukje begeleiding, kunnen zij ook meehelpen het beleid bepalen om toch ervoor zorg te dragen dat we veel meer kunnen halen uit onze kinderen? Ja, nou kijk, je hebt leerkrachten die natuurlijk toegevoegd kunnen worden na hun 60 om bijvoorbeeld een schooldirecteur of een schoolleider te assisteren. Er zijn een heleboel functies, bijvoorbeeld extra zorgleerkracht, om de zwakkere leerlingen te helpen. Dus die kunnen toegevoegd worden aan de staf van zo'n school bijvoorbeeld met behoud van hun salaris. En je gaat zien dat een school niet alleen meer gerund kan worden alleen op lesuren en lessen. Maar je gaat mensen moeten hebben die sociaal, maatschappelijk ook kijken naar de thuissituatie en samen met de ouders bijvoorbeeld meer hulp instellen om het kind een beetje te ondersteunen. Dus dat soort ondersteuningsfuncties moeten we kunnen creëren rond scholen. Ik heb daar niet tegen te. Minister, u heeft het in uw speech gehad over het werken naar verdere kwaliteit van het onderwijs. Ja, waaraan moeten we dan gaan denken? Nou, in elk geval, wij willen betere leerresultaten op de scholen. Elk jaar zien we dat het een beetje wat percentjes scheelt naar boven en sommige plekken die strikten minder. Hoe zou je die kwaliteit standaard kunnen houden? Dat heeft te maken met verschillende factoren. Je hebt scholen met een groene kaart die echt gaat perfect, goede resultaten. Je hebt scholen met oranje waarbij je zegt er kan iets verbeteren. En mijn grote zorg zijn dat de scholen die je met een rode stip zou moeten aanduiden. Dat zijn zorgscholen die bepaalde leerlingen hebben die dus moeite hebben met leren, hun thuissituatie. En daar vooral voor rood en groen moeten we vooral gaan. We moeten die groene niet verbeteren. Zo zou je de scholen een beetje kunnen indelen en ik denk dat we de discussie met het onderwijsveld moeten aangaan voor wat is kwaliteit van onderwijs en waaraan zullen we moeten werken. Bij sommige scholen zou je meer moeten kijken naar de leerkrachtenkwaliteit van hun, naar de leermiddelen, naar extra tijd om zwakkere leerlingen die of die steun hebben bij een aantal andere vakken extra hulp te geven. Dus het verschilt erg per school, erg per district. Maar is het in balans, groen, rood en oranje? Nee, het is niet een balans. Het feit alleen dat we onze inspectie en onze staf op het ministerie gaan moeten leren. Wat interpreteer je bij groen? Wat ga je aan diensten ondersteuning geven bij oranje en rood? En dat is eigenlijk, we willen scholen niet stigmatiseren. Let op wat ik zeg. Het is alleen een interne
ordening om meer tijd en aandacht besteden voor. We zien in Suriname dat niet alle scholen op één lijn zitten. En dit is gewoon een ondersteuningsmethode om toch die scholen die niet meekomen altijd op wat voor redenen. Je moet natuurlijk een stukje diagnostiek ook zetten. Het kan naar allerlei redenen liggen waarom mensen aan de kant van het rood, laten we zeggen. Ik ga geen scholen stigmatiseren nogmaals. Maar ze moeten een manier van prioriteit krijgen. Laten we dat zo even noemen. Ik ben onlangs in het district Brokopondo geweest en ik heb met enkele NGO's gesproken. En zij hebben kunnen waarnemen dat lezen in het district Brokopondo een groot probleem is bij onze kinderen. Minister, als we praten over de kwaliteit van ons onderwijs, wat kunnen we dan daaraan doen om toch wel dat te gaan verbeteren? Kijk, lezen in dat breed spectrum van taal, laten we zeggen, want taal is natuurlijk die grote paraplu, is achteruit gaat landelijk. Maar je hebt inderdaad aan districten, zeker Brokopondo, waar leesonderwijs bijzonder achteruit gaat. Dat heeft te maken met het bibliotheekwezen, mediatheken, meer tijd besteden. Hoeveel boeken lezen onze kinderen tegenwoordig? Ze kijken heel veel te veel naar social media. Dat is ook een manier van lezen, maar is dat de juiste manier van lezen? Dus we moeten een campagne starten, vind ik, landelijk, waarbij het leesonderwijs meer mogelijkheden krijgen. Tweede is, we moeten meer onze Surinaamse boeken ook een beetje promoten. De klacht is groot van onze schrijvers met name, waarbij we zien dat de Surinaamse boeken, de Surinaamse verhalen te weinig rouleren op scholen, niet aanwezig zijn in de bibliotheken. We moeten daar een stukje beleid op zetten. Maar lezen in zijn algemeen is een behoorlijk ondersteunend voor wat men zegt de cognitieve ontwikkeling van het kind. En we moeten dat weer terug gaan brengen met serieus op de agenda zetten op scholen. En ook die faciliteiten creëren dat je boeken hebben. Dat de kinderen ook een boek kunnen lenen in de mediatheek om naar huis te brengen. Maar dat ook er een vorm wordt dat getoetst wordt door de leerkracht. Of het kind heeft begrepen wat in de teksten staat van het boek. Want je kan natuurlijk je moeder voor de gek houden dat je de hele dag met het boek speelt of de juf. Maar lees je werkelijk het boek? Dus het is belangrijk dat we daar meer in het onderwijs aandacht voor gaan besteden. En het grote probleem aan tekort aan leerkrachten, hoe zal dat verder opgepakt worden? Want als we kijken naar het IOL, die levert ieder jaar een paar honderd leerkrachten af. Is er geen systeem waardoor het ministerie zou kunnen natrekken wie nog niet in dienst is van de overheid of in dienst is van het ministerie, om zo de tekorten op te kunnen pakken? Nee, die tekorten zullen er altijd zijn, nu nog meer met het wegtrekken van een aantal mensen. Maar wij zijn het nu aan het inventariseren, omdat alle scholen nu gaan beginnen. En die geven door waar die tekorten zijn, wat voor soort leerkracht, wat gaat om een vakleerkracht of in zijn algemeenheid. Tegelijkertijd heeft het ministerie een bestand van jonge leerkrachten, leerkrachten die gesolliciteerd hebben naar een functie. Dus wat we nu doen is snel mogelijk die twee dingen matchen om te kijken hoe we snel de leerkrachten op die plekken en hun aanstellingen gauw in orde maken. Zodat die balans. Op een aantal scholen hebben we boven formatieve krachten. Dat wil zeggen, er zijn toch al wat extra krachten. Sommige klassen hebben twee krachten. Die zullen dan sneller ingezet worden. Want we hebben die luxe dat we een aantal scholen op een aantal klassen gewoon ook extra leerkrachten hebben. Dus dat moet bekeken worden. Gaan die leerkrachten dan herverdeeld worden naar een extra school? Je moet dus in contact zijn op het niveau van de schoolleider. Kan hij dat binnenshuizen oplossen of dan heeft hij extra mensen nodig? Dus dat is nu onze directie, algemeen vormend onderwijs, werkt nu zwaar met het team naar die inventarisatie rond te maken. Minister, heeft het ministerie het nu in cijfers hoeveel leerkrachten vertrokken zijn dit jaar? Niet. We hebben van de beroepsonderwijs een aantal statistieken die niet betrouwbaar helemaal zijn, maar het heeft te maken met iets van 47 hebben ontslag genomen en 16 zijn buiten bezwaar. Dat heb ik uit het hoofd, weet ik, van het beroepsonderwijs. We hebben de cijfers nog niet binnen van algemeen vormen. Dat is een veel groter niveau, basis, MULO en dat soort dingen. VOS zitten daar, dus daar moet ik nog kijken. Maar als ik het overal bekijk, zal je zo rond de 100, op 100 mensen komen. 120 is mijn ruwe schatting als ik kijk naar beroepsonderwijs. En dat is wat we over het algemeen voorgaande jaren benaderen ongeveer. Maar het is niet opmerkelijk uitzonderlijk veel als men beweert. Ik heb getallen gehoord in de pers die gewoon dus niet kloppen. Maar elke leerkracht die vertrekt is natuurlijk slecht voor ons land. Laten we dat heel snel even zeggen. Wat doet u met de boodschap van mevrouw Baron
ten aanzien van de slechte financiële waardering? Nou, dat is niet mijn probleem op dit ogenblik, omdat dat een nationaal vraagstuk van het hele kabinet is. Er zijn verschillende functies, de politie, de brandweer, de veiligheidsmensen. Ik als minister kan niet veel te vertellen hebben. Minister Ragubarsingh heeft op een ernstige manier aangewezen wat de staat van onze financiële middelen in dit land is. En wij moeten ontzettend voorzichtig zijn met beloftes doen, valse beloftes doen. Dat neemt niet weg dat mevrouw Baron gelijk heeft dat we in de toekomst bij betere momenten toch eens moeten gaan kijken naar de waardering van onze leerkrachten zeker. Wat we nu moeten doen is kijken naar meer de secundaire en de tertiaire arbeidsvoorwaarden om het beroep makkelijk te maken. We hebben al 2500 beschikbaar gesteld. De regering wil garanderen dat ze die 500 incorporeren of doorgaan tot zeker medio 2024. En men kijkt zelf de komende maanden hoe je zelfs wat meer kan geven. Maar dit zijn de ontwikkelingen. Je kan niet meer geven dan je hebt in kas. En daar moeten we eerlijk over zijn. En dat beperkt mij. Als minister kan ik niks beloven. Je hebt een onderhandelingsorgaan van meerdere ministers, financiën, arbeid en binnenlandse zaken die de centrale onderhandelingen doen met bonden, et cetera. Dus ik moet ontzettend voorzichtig zijn in de uitspraken die ik doe. Minister, onderwijsbonden oor hierna, minister, wat u daarnet hebt uitgelegd? Ik weet het niet. Sommigen wel, sommigen niet. Maar natuurlijk, de bonden hebben hun verantwoordelijkheid en die zullen altijd proberen het beste voor hun leerkrachten uit te halen. Maar het is nou eenmaal zo dat je niet meer kan geven dan je hebt. En dat is nu de problematiek in het land. We komen uit een dal. We doen ons best. En het duurt nog zeker een aantal maanden tot een jaar. Het IMF-programma duurt even nog tot medio eind 2024, voor zeggen het weet. En dan gaat Suriname qua perspectieven beter bloeien. En dan kunnen we meer denken aan wat we voor deze doelgroep aan leraren kunnen doen. Met betrekking tot de Veritas-school, er wordt heel veel over gezegd met het wegtrekken van de leerkrachten. Heeft u daar kennis van genomen, minister? Ja, ik hoor het ook. Ik heb gevraagd om naar te kijken wat voor school is dat. Is het een openbare school? We hebben een moeilijk systeem van 3 stromen. We hebben openbaar, bijzonder en we hebben particulier onderwijs. En we zien dat ook met het verhaal van die meubilair. Dat er een heleboel scholen worden genoemd, dat er geen meer. Maar het blijkt dus geen openbare scholen te zijn. En dat neemt weg dat ik me niet verantwoordelijk voel. Dat we gaan kijken wat we kunnen ondersteunen. Maar wij hebben genoeg meubilair aangeschaft. En voor een paar zaken zijn het donateurs. We rijden 2 auto's, trucks rijden rond. Dus die scholen, en ook al zijn het scholen die niet tot openbare zullen, als ze beroep op ons doen, het gaat om het elke keer moet naar school. Maar in eerste instantie zorgen dus die bijzonder onderwijs voor hun eigen zaak. Je vraagt je ook af, er is iets vreemds aan de hand. Vorig jaar waren al die stoelen en tafels op school. Dus de vraag is, wat is er aan de hand? Wat wij hebben gedaan, we hebben een hele groep meubels besteld extra. Het gaat boven de 10.000, 12.000 hebben we gedaan. Dus er is soms iets geheimzinnigs aan de hand. Je zou tenminste die hoeveelheid leerlingen weer een stoel moeten aanbieden. Wat gebeurt er? Worden die stoelen gestolen? Vervreemden die dingen? Het is merkwaardig dat iemand mij vertelt dat lokale plotseling zonder meubels zijn. Zijn het nieuwe lokale? Dus er is iets geks aan de hand. Normaliter als we kijken naar het meubilair van wat er vorig jaar was, waar er geen klachten over worden. En het meubilair wat extra is aangekocht, kan het nooit zijn dat een tekort, let op mijn woorden, er zou volgens mij nooit een tekort mogen zijn. Dus het is alleen een kwestie van logistiek, distributie is aan de hand. Minister, met betrekking tot de technische scholen, zouden zij ook iets daarin kunnen betekenen in het repareren en het maken van stoelen en tafels? Dat is een goede vraag. Er zijn reeds genoeg scholen, met name mbo-scholen, die bezig zijn met de bestaande frames, oude stoelen aan te passen. Maar dat neemt een beetje tijd, omdat ze voor practicum dat kunnen doen. Dus wij gaan wat voorraden laten groeien, doordat deze scholen in een aantal districten direct hebben.